Het is alweer de 7e competitiewedstrijd van OFC en de 4e thuiswedstrijd voor de Ozaners. Op het zonovergoten sportpark werd er al in de 19e minuut gescoord door Tom Noordhof. En na een uur spelen werd deze stand verdubbeld. Maar in 5 minuten werd het Pardoes ineens 4-0 door Kasjoush, El Yacoubi en Ayane. De scheidsrechter maakte zich Pardoes ook uit de voeten nadat de assistent zijn vlag defect zag gaan en geen buitenspel meer kon vlaggen. Consternatie, want niemand wist wat er aan de hand was. Echter, het werd snel opgelost. Kasjoush maakte nog zijn tweede, 5-0, en een mooie overwinning voor OFC. Erik Herings is tevreden en ook de doelpuntenmaker Tom Noordhof. Dames en heren, namens het bestuur van OFC heten wij u allen en in het bijzonder onze tegenstanders en het arbitrale trio van de hele middag van harte welkom op het sportcomplex van OFC. We geven u de opstellingen en beginnen met de gasten uit Kuik. Nummer 4, Jurre Grotenhuis. Nummer 5, Leeds. Nummer 8, Rick Renieri. Nummer 9, Jeroen Schoonhoven. Nummer 10, Alekmak Furgan. Nummer 12, Yassin Arab. Nummer 16, Short Boyen. Nummer 17, Paco Geutjes. Nummer 18, Jackie Chi. Nummer 20, Jay van Bokstel. En nummer 26, Desney Rooyendijk. Dan de opstelling van OFC. Nummer 12, Brian van der Werf. Nummer 2, Henry Opoku. Nummer 4, Nick Seilmans. Nummer 6, Alje Wildenburg. Nummer 8, Romano de Jonge. Nummer 9, Edith Biberoglu. Nummer 10, Tom Noordhof. Nummer 11, Sofiane Rekalo. Nummer 13, Roy Momo. Nummer 26, Brian Ottenhof. En nummer 34, Reda Kacuch. De wedstrijd staat onder leiding van het arbitraal trio te weten. De heren Ron de Kok, Joris Westhof en Jordan Weterings. Yeah.
gezel van vlag bij de grens. Erik, OFC tegen Kuik, 5 tegen 0. Mooi resultaat. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Het is een goed resultaat. Lopen we even de wedstrijd terug. Eerste helft, hoe ging die? Nou, ik vond dat we goed begonnen. Kwam ook goed op 1-0. Goeie goal. En daarna hebben we natuurlijk het moment dat Reda vastgehouden wordt. En die jongen die krijgt natuurlijk rood. En dan gaat de penalty er niet in. En dan bleven we te veel de lange bal zoeken, waardoor we te veel in de duels bleven. En dat hebben we in de rust hebben we dat verteld, dat ze gewoon meer rond moeten spelen. Dat, zodat de ploeg blijft kantelen en dan je ruimtes in de ruimtes lopen. En dat hebben ze de tweede helft uitstekend gedaan. En is dat dan ook als je een man meer hebt, dat je dan zo'n opdracht ook beter kan uitvoeren? Nou ja, wat we deden is dat wij de lange bal bleven zoeken van naar Reda toe. En die moest dan het duel aan. En ook voor de tweede bal moet je dan het duel aan. En je moet, denk ik, bij 11 tegen 10 moet je uit het duel blijven. Dus dat hebben we gezegd van, joh, dat moeten we dus niet doen. Want anders krijg je dus dat je het met 10 man sterk maakt. Je moet uit het duel blijven. En dat hebben we de tweede helft veel beter gedaan. Veel sneller de bal rond laten gaan, zodat de tegenstander continu moet kantelen. En op een gegeven moment brengen ze dat niet meer op. En dan loop je uit naar 5-0. Dan loop je wel heel snel 2-0, 3-0, 4-0. Was dat nou in 7 minuten tijd? Ja, ik heb het niet precies geteld, maar ik dacht inderdaad binnen 10 minuten was dat gedaan. Het kopje gaat bij hun hangen, we kunnen het niet meer opbrengen. En dan zie je weer natuurlijk dat het andere kant weer opwerkt. Dan gaan weer mensen bij ons met de bal lopen, omdat we zoveel... Zij staan natuurlijk in twee lijnen, alleen nog maar voor de 16. Ja, en dan krijg je nog een paar keer de lange bal die ze dan doorkoppen. Dat we nog even moeten opletten zelfs. In de samenvatting van deze wedstrijd is straks te zien dat de scheidsrechter van het veld afliep. Vond ik een hele merkwaardige actie. Nou, het was inderdaad merkwaardig omdat hij niks tegen ons zei. Wij zagen wel dat de assistent scheidsrechter had last met zijn vlaggetje. Dat was waarschijnlijk stuk. Alleen ze zei tegen ons niks. Dus wij zagen opeens maar gewoon een scheidsrechter ervan aflopen. Dat hij dan een nieuw vlaggetje gaat halen. Ja, oké. Maar geef het even door. Want voor de spelregels zijn heel duidelijk. Scheidsrechter moet gewoon beide aanvoerders bij zich roepen. Zeggen dat er even een nieuwe vlag gehaald moet worden door iemand van de thuisclub. Ja. En het is weer goed. Ja, volgens mij ook. Maar ja, goed. Niet altijd elk regeltje wordt gevolgd. En dat is ook maar goed ook. Precies. Vooral ook de invalbeurt van Tayeb vond ik zo goed. Ja, het is, hij hield goed breed. Deed wat hij moest doen. Ik denk dat bij Shakib het rendement wel omhoog kan. Hij komt in de positie van Edip te spelen. We hebben ook daar nog natuurlijk een hoop te doen. Alles met elkaar denk ik dat je weinig kritiek op je spelers kunt en zal hebben. Gewoon een afgetekende overwinning. Ja, Kuik is natuurlijk wel een ploeg die daarvoor, wat ik al zei, stug is. En redelijk makkelijk goals zou kunnen maken. En ik vind, en dan kijk ik niet eens dat we tegen 10 tegen 11 spelen. Maar gewoon daarvoor al hoe we beginnen, dat goed genoeg was. Het enige is dat je dan het evenrecht moet zetten. Maar voor de rest ben ik zeer tevreden. Tevreden mensen zijn zeldzaam in deze tijd. Volgende week zondag tegen wie dan? Oh, daar heb ik, want zoals je weet spelen we wedstrijd voor wedstrijd. Maar het is ADO 20. Dus tot nu toe heb ik er niet over nagedacht. Is dat jij natuurlijk je blauwe witte jas hebt aangedaan van ADO. En nee, ADO 20 is de volgende. Ja, ADO 20 heeft vandaag met grote cijfers verloren. Ja, ik heb de uitslagen nog niet vernomen, maar ik hoorde wel ergens iemand 5-0 roepen. Dus ik denk dat dat zoiets is geworden. Ja, hoe dat komt weet ik ook niet. Goes is natuurlijk niet een hele slechte ploeg. En ik weet niet of ze compleet waren. Dus het gaat eigenlijk alleen maar om dat wij onze eigen wedstrijden winnen daar. En van wedstrijd tot wedstrijd leven. En vandaag is volgens mij iedereen heel weer teruggekeerd in de kleedkamer. En ook geen kaarten voor volgende week. Nou, we hebben natuurlijk wel een paar gele kaarten opgelopen. Onnodig. Je moet natuurlijk niet keeper gaan spelen als je midden in het veld staat. Maar voor de rest hebben we er iedereen weer bij. En er zal uit de blessureboeg zal ook wel weer iemand terugkomen. Dus ja, dat geeft weer hoop. Tot volgende week. Tom Noordhof, 5-0 winst. Je eerste commentaar. Ja, altijd lekker om te winnen natuurlijk. Ik denk ook een belangrijke overwinning. Nu pak je de aansluiting naar boven toe. Altijd goed, denk ik. Ook goed voor het team. Ja, 5 goede goals gemaakt. En op naar volgende week.
Jij maakte het eerste doelpunt. Hoe kwam die tot stand? Volgens mij een ingooi vanaf de rechterkant. Die werd verlengd door onze spits. Door Reda. En ik krijg hem op mijn borst, neem hem mee en schiet hem in de verre hoek. Dus prima doelpunt. Onhoudbaar voor de doelman. Daarna gingen jullie goed door. Had je het idee even dat het voor de rust de wedstrijd al beslist kon worden? Ja, je krijgt natuurlijk een penalty. Hè? Hun krijgen daarbij meteen rood. Nou, als je die penalty maakt, weet je eigenlijk dat hun kansloos zijn. Dat hun meteen vanaf dat moment eigenlijk al met de kopjes gaan hangen. Nu blijft het 1-0 omdat we die helaas missen. En dan zie je bij ons toch nog een beetje dat we denken van, nou, weet je, kom, we moeten wel scherp blijven. Want je weet maar nooit dat ze een keer een kans krijgen en de 1-1 maken. Maar uiteindelijk scoor je in de tweede helft 2-3 en 4-0 heel snel achter elkaar, waardoor het eigenlijk heel snel gelopen was. Ja. Hoe kijk je naar je eigen prestaties dit seizoen? Nou ja, in de voorbereiding een beetje last gehad. Wel goede voorbereiding gedraaid. Uiteindelijk nu weer fit. En ik merk dat ik steeds lekkerder in mijn vel zit. En na Emmen, na Una, nu weer een doelpuntje natuurlijk. En goede bal op El Yacoubi, die hem goed binnenschiet. Dus prima wedstrijd denk ik gespeeld. Waar denk je waar de kracht ligt van het team? Ja, de kracht. Ik denk, we zijn wel echt een team. Dat merk je wel binnen en buiten het veld. Ik denk dat we individueel ook goede spelers hebben, zeker voor deze competitie. En dat zie je zoals vandaag, dat je mooie goals maakt met af en toe goed voetbal. Ondanks dat hun natuurlijk met 10 man spelen. Wat het niet altijd makkelijker maakt, vind ik persoonlijk. Maar goed, ik denk dat we voor deze competitie zeker een goed team hebben en ook goede spelers. Ja, want het gekke is vaak, hè, de meeste fans denken altijd als je tegenstander met 10 man speelt, dat je automatisch in het voordeel bent. Maar in de praktijk is dat inderdaad lang niet zo. Vertel. Ja, het lastige is vaak omdat in je mindset, in je hoofd. In je hoofd ga je vaak denken van die ander lost het wel op. Die lost het wel op, ik hoef niet mee te lopen. En dan krijg je vaak misverstanden, waardoor toch een kans ontstaat voor de tegenstander eventueel. Nou ja, wij hadden daar weinig last van vandaag, maar we hadden in het voetballende gedeelte hadden we wel wat moeite na de rode kaart. En dat ging in de tweede helft een stuk beter. En dan zie je dat je zo'n ploeg als Kuik gewoon helemaal kapot kan spelen. Ja. 5-0, opgeklommen naar een gedeelde tweede plek. Volgende week tegen ADO 20, wat verwacht je daarvan? Nou ja, ADO heeft ook een goede ploeg. En ADO 20 uit is altijd lastig. Ook een soort derby, hè, onderling. En ik denk dat we gewoon ons eigen spel moeten gaan spelen. En met z'n elfen moeten gaan knokken. En dan komt het vast wel goed. We hebben voor RTV Staanstreek jou nog niet eerder geïnterviewd. Vaste vraag is altijd bij ons dan, wat doe je de rest van de week? Wat ik de rest van de week doe? Zo, nu vraag je me wat. Ja, ik bedoel, qua werk hoor. Ja, dat snap ik. Eigenlijk niks, nee. Ik geef in de ochtend persoonlijke training. In de middag loop ik stage als trainer, als jeugdtrainer bij Ajax, onder 12. En in de avond voetbal ik hier dan. Dus lekker bezig. Mooie combinatie. Die stage bij Ajax springt er voor mij dan bovenuit. Wat wordt daar van je verwacht? Heel veel. Als je in de middag daar bent, ben je eigenlijk meteen bezig. Dus je komt aan, je bereidt je training voor samen met de hoofdtrainer en je gaat aan de slag met die kids. Dus je zet de training uit, gaat aan de slag, traint 2 à 2,5 uur. En er wordt wel veel gevraagd. Je moet echt 100% focus hebben. Want er wordt natuurlijk het maximale gevraagd, ook van die kinderen, maar ook van de trainers. Ja. Hoe lang gaat die stage duren en wat zou je uiteindelijk als trainer graag willen? Wat ik als trainer wil? Nou ja, ik ben aan het begin van mijn carrière als trainer. Ik heb vorig jaar dan mijn cursus gehaald. Dit jaar doe ik dan een master in coaching. Dat is dan een studie om verder te gaan in het coachingvak. En nu dan met mijn stage hoop ik dit seizoen gewoon veel te leren. En wat eruit komt, dat zien we vanzelf wel. Ja. Je bent nog jong, dus er is nog van alles mogelijk. Dankjewel.